Dit is er nog over van het oorlogsmonument in Borger. Vanaf 1947 staat hier een bronzen beeld van een vrouw en is er nog nooit wat mee gebeurd. Maar nu is het dus weg. Kwaad. Onbegrijpelijk dat iemand dat zou willen doen. De dieven waren waarschijnlijk uit op het brons, maar het beeld levert ze maar 5 tientjes op. Maar de emotionele waarde is voor vele mensen veel, veel groter en dat is onvervangbaar. In 3 weken tijd zijn nu 3 bronzen beelden gestolen in de gemeente Borger-Roodoorn. 2 weken geleden waren de beelden van Max Douwes en Hans Heiting binnen 1 nacht weg. De Sensor Universe in Assen heeft een oplossing gevonden tegen de bronsdiefstal. Plaats een sensor in de sokkel van het standbeeld. Hij detecteert dat het standbeeld er niet meer is en geeft dan een signaal. En u kan aangeven waar u dat signaal naartoe wil laten gaan, naar de politie of naar de beheerder van het standbeeld. Maar in ieder geval dat hij detecteert dat er geen standbeeld meer bovenop de sensor aanwezig is. En dan kunnen we sneller ingrijpen. Zo is het. En als makkelijke voorbeeld, als u bij de supermarkt naar binnen loopt, detecteert de sensor of u aanwezig bent, want dan gooit hij de deuren open. Nou, een dergelijke sensor zou in de sokkel geplaatst kunnen worden. Deze oplossing kost volgens Maurice Dax een paar tientjes. Henk Boeze van het herdenkingscomité is enthousiast over deze oplossing en gaat die morgen dan ook voorleggen aan de gemeente. Want voor 4 mei moet er wel weer een nieuw herdenkingsbeeld komen.